Mijn naam is Daniërma van Vos. Ik ben in de Passaporta-residentie geweest in Brussel in april 2016. Een vreemde tijd voor Brussel, dus ik heb ook Brussel in een wat andere gedaante dan normaal gezien, denk ik. Die gedaante was veel solidariteit. Ik heb in optochten meegelopen. Ik ben vaak in Molenbeek geweest. Meestal ging het zo dat ik 's ochtends werkte aan een nog te verschijnen roman. En dan 's middags de stad inging. Dus ik ben denk ik wel in heel veel buurten geweest. Wat je meestal leest over Brussel is dat het zo'n veelheid aan identiteiten is. Dat er niet één echte identiteit was. Maar die identiteit die ik zag, was een heel solidaire. Dat was eigenlijk de kant van Brussel die ik niet had verwacht en die ik wel zag. En wat Brussel van mij heeft gezien, is denk ik een wat stille figuur die pas om 1 uur zijn appartement uitkwam. Een uitstekend appartement op de Oude Graanmarkt, daar niet van. Uitkwam en rondliep, aanschouwde, dingen noteerde, nog niet precies wetend wat te doen met die notities, maar heel dankbaar dat ik die in alle vrijheid en in alle rust heb mogen maken om zo anoniem te kunnen zijn als eigenlijk een schrijver elke dag wel zou willen zijn.